De natuurbeheerders van de duinen zijn eigenlijk niet mensen, maar konijnen. In hun verlaten holen broeden bijvoorbeeld de bergeend en de tapuit. En met hun keutels, die ze vaak op een vaste plek leggen, zorgen ze voor mest voor planten. Doordat de konijnen de hoge grassen wegeten, krijgen sommige andere planten ook kans om te groeien. Zoals het duinviooltje. Konijnen laten de giftige planten natuurlijk staan. Daarom vind je zoveel giftig Jacobskruiskruid. Deze krijgt de ruimte om te groeien, dankzij het konijn dat andere planten opeet. Op het Jacobskruiskruid leven weer de rupsen van de Jacobsvlinder. Ook dankzij het konijn dus. Konijnen leven hier pas sinds de komst van de Romeinen. Zij namen konijnen mee als appeltje voor de dorst. Konijnen hebben het altijd goed gedaan in de duingebieden. Toch breken er wel eens virusziekten uit en sterven er veel. Waar konijnen verdwijnen, verandert de natuur meteen.